Morning world. Where are we going today, baby? Daar, dokter papa. Mm-hmm. Because today, we gonna find out what we getting. Is it a boy or a girl? Who knows? You ready? Toplassen. Okay, let's get the fuck out of this car then. But it's all like this excitement, but and we're not even gonna know right away. Okay, let's go, son. I need to pee! Can I get me back? Oh, shit. That's how it opens. Wanneer hebben die 20 weken toren? 3 april. Als ze die shit niet uitstellen door die motherfucking corona. Wat denk je dat is? Meisje. Oh my god. Come on, baby. Ouders hebben 9 van de 10 keer gelijk. 1 van de 10 keer zit ze ernaast. Nou, spannend. Oh, kijken. Zo zit het zin. Hoe je gevoel is. Kijk hoe mooi. Ik ga gelijk even. Ik vind het beeld heel helder. Dus ik ga gelijk iets anders laten zien. Oh, wow. Wat een wilde baby. Dus dat voelde je. Ja, ja. Ik zeg al de hele tijd: volgens mij is het zo druk. Ze zit naast zijn voor het gezicht. Ja. Wow. Misschien moet ze ook. We hebben een klein introotje. Zie je het hartje kloppen? Ja. Oh shit. Zijn nieuwe beat. Ja. Mooi. Zie je een neusje? Oh jee. Ja. Zie je lippen? Jee. Kimpel. Oh mijn god. Het is de navelstreng, dat is wel mooi te zien. Ja. Wow. Ik kan nog steeds niet geloven, baby, dat er een baby in mijn buik zit. Ja, surreal, hè? Wow. 3 vaten, zie je dat? 2 rode en blauwe. Wow. 2 slagaders en een ader. Wow. Klopt ook. Als je nou een kwartslag kantelt, dan zie je dus hier. Oh my god, baby, kijk! Ja, kijk waar de muis op zit. Oh my god. Kijk die grote teen. 10 vingers, 10 teen. Nou, geweldig, hè? Nice. Ik kan weer niet deze lips dragen. Als jullie even niet naar het scherm kijken, dan zal ik even de geslacht in beeld brengen. Oké. Dus als je het een feestje gaat vieren, met minder dan 100 personen. Nou, we gaan een feestje met z'n tweetjes vieren. Met z'n tweetjes? Ja, mijn schoonzus gaat een taart voor ons maken. En dan snijden we het thuis gewoon met z'n tweetjes aan. Even een moment voor ons met z'n drietjes. Dat zeg je mooi vader. Niet kijken nog. Nee. Oh my god. Ik kan het wel gewoon zo. Oké, jullie mogen kijken. Ja. Dan hoofdonttrek. 99, groot hoofd. Ik zeg nog even nog een keer meten. Ik zit een beetje schuin te meten. Nee, dit is geen goede meter. Zeg maar 10%. Zeg millimeter werk hoor. Je zegt die 78. Dat geloof ik wel. Ik denk dat het de juiste meter is. Jongens hebben vaak. Jongens en meisjes, dat verschilt amper. Het varieert heel erg tijdens het zwangerschap. Meeste mensen denken dat jongens wat drukker zijn dan meisjes, maar het zijn allemaal even. Ja, het maakt er niet zoveel uit. En kijk naar de groeicurve. Dan heb je dus je gewicht. Je leeftijd. Hier zitten jullie. Dit moet allemaal gebeuren. Ja. Better get ready, babe. Ja. Met, ja, prima.
Ga zo door. Wauw. Wacht even. Ja. Wauw. Goed hè? Ja. Nu ben ik alleen maar zenuwachtiger. Er zijn een paar klitsen met jongen. Jongen, ja. Daarom, ik vond het. Ja, ik. How can we be that off? Candle boy, baby. Gek hè? Allemaal zo duidelijk. I love you. Both of you. Ja. Kijk een mondje. Een neusje. Hier moet een oog in komen dan in dat donkere ding. Of zit een oog in? Ogen zitten er al in. Wat is een blaas? Of was dit een maag? Ja, was dat een maag. Een hartje? Ja. Nou, wat doet dokter mama nou? Nee. Oh ja. Dokter mama. That's your envelope, baby. Dankjewel. Ingeplakt. Jezus. Nou kan ik echt niet pieken. Hoe was dat, schat? Zenuwslopend. Maar volgens mij heeft hij zich versproken. Maar dat zou me ook verbazen, want hij doet het al zoveel jaren. Ja, ja. Als hij zich versproken heeft, dat betekent we een jongen dat krijgen. We een jongen krijgen. Oh, Lord. Maar Amin. We zullen het zien. We zagen lippen. Ja, en de neusje, die oren, die voetjes. Oh my god, ik heb er nooit over nagedacht als ik een kleine Guillermo zou krijgen. Ja. Hey, als het... Oh shit, if it's gonna be a boy, oh lord, shit. You better hide your daughters, like for real. No. Nee, joh. Maar ik heb wel af en toe een beetje dat gevoel gehad de laatste tijd van... Maar... We zullen het zien. We zullen het zien. As long as it's healthy. Maar ja, maar ik dacht ook wel van... Happy. Heb je nou versproken? Zei ja, nou, ja, ja, ja. Want daarna zei hij weer van, jongen... En toen zei hij van, nee, jongens en meisjes. Ja. Toen dacht ik van, motherfucker. I don't know. Oh my god, I'm nervous. I just want to open this letter even more now. This is the letter. This is the motherfucking letter. Kan je er doorheen kijken? Nee. Want er is 90% kans. De ouders hebben 9 van de 10 keer gelijk. Ja. Dus... Are we gonna be that exception? Or... We're always the exception, because we're yes, different. But stop it, that means we have to be. 6 hours later. Let maar op die doos. Domme. Hallé. Okay. Welke weer? Pak jij die grote? De blauwe stukjes zijn hè? Ja. Zo? Oh my god, I'm nervous! Oh, laten we het ook ietsje meer zo zetten bij ons. Gewoon zo die tip hier zetten. Ja. En dan gaan we naar beneden. Zijn we klaar voor? Ja, ga erin. I love you. Ga dan, ga dan, kom. Ja, ja, I know it. I knew it. Je moet het laten zien. It's a boy, goddammit. Ja, ja. I knew it. Wauw. Dus hij had zich wel besproken. Ja. I'm a boy, mom. Ja. Holy shit. Ja. Oh, daarom. Wat hij zei... Hallo, fuck what I say. We are getting a motherfucking boy. Oh my god. Oh my god. We getting a little Z. We getting a little Z. Oh my god. We have to make give you a piece too. Just oh my god, I can't believe it. Oh my god. My father was right. Your father was right. Oh my god, sorry Conchita, we gaan je spullen niet overnemen. Oh my god, hier zitten nog van die dingetjes in. Ja, ja man, lekker. Ooh, this is obviously a boy. Wow.
Ja, baby, wij zijn de uitzondering op de regel. Ja, man, wij zijn de uitzondering op de regel. 9 op de 10 ouders hebben het juist. En wij hadden het mis. But we super happy now. Ja, man. Oh my god. We getting a little boy. Well, baby boy, this one is on you. Oh my god. Oh my god. I'm ready to raise a strong ass king, baby. Mm-hmm. Oh my god, I'm surrounded by men. That's because I am way too powerful as a woman. Oh my god. Mmm. Oké. Okay. Wil je het zien? Nee, mama, je moet het zien. Ja? Ik weet alleen niet meer wat dat blauw en roze is. Een blauw met een roze strik. Nee, je moet aan de binnenkant kijken, mama. Ah, de binnenkant is blauw. Ja. Is blauw voor een jongetje. Ja. Kijk, we zijn aan het eten. Oh, in die taart heb ik wel zin. En ze zijn blij. Ja, zeker. We zijn alle twee blij. Voor mij zou het toch gelijk zijn, hoor, wat het was. Maar ik zie dat Guillermo heel erg lacht. Die is zeker blij. Ik ben sowieso blij. Of het een meisje was, jongen, maar nu weten we het. Ja, wel, ik ook, hoor. Voor mij is het echt wel gelijk wat het was. Ja. Toch wel heel leuk. Oké, kom maar op. Moet ik meisjes of jongens kleding kopen? Ja. Kijk maar. Ah, jongen, ik heb gelijk. Wauw. Hier, zijn jullie blij? Ja, zeker. Ja. Boekie is nog steeds surprise. Oké. Okay. You ready? Thank you. You won. You beat her. Lockdown. Yeah. Congratulations. There was no competition here. It's a boy. That's great. It's a Guillermo cat, yeah. Yeah, it's a little Guillermo. A Guillermo cat. A Guillermo cat. Ja. I am flabbergasted. I have no... Weet je wat het probleem was? Vroeger wilde ik altijd een jongen, maar ik had altijd een probleem met het vinden van een gepaste jongensnaam. Mm-hmm. I was like, meisjesnamen zijn zo gemakkelijk. Ik was sowieso altijd een jongen. Weet je, gewoon van ja man, mini me. Maar naarmate ik ouder werd, dacht ik wel van, dochter zal toch wel schattig zijn. Maar nu, ja sorry, nu heb je 2 Mac Daddies, baby. My god, hoe ga ik dit redden in een mannenhuis? Mm-hmm. We gon' run this mannen. Shit! Nee. Keep on dreaming. Daarom ben je zo wild, hè? Oh, echt een maatse. Oh, Lord.